Nou ja, er zijn weinig dingen op Xbox, maar... Dat mag je niet meer zeggen. Ik probeer Kevin te triggeren. Je mag niet zeggen dat Xbox weinig games hebben. Nee. Of heeft. Oké, okay, waarom niet? Nou, omdat dan mensen in de reactie worden dan echt ontzettend boos. Okay. En die zeggen dan, maar Xbox heeft wel games. En dan krijg je een lijstje van 30 oude games die niemand meer speelt. Dus ja, weet je, ik bedoel, dat is zeg maar de counter. Dus zeg het maar niet, Xbox heeft heel veel games, waaronder Cuphead. En het is ongelooflijk dat Cuphead er bovenuit heeft kunnen steken tussen dat enorme aanbod van kwalitatief goede... Ja, heel eerlijk, want die game is toch gewoon verkocht op grafische stijl. Ik bedoel, het is een goede game, maar had hij niet die grafische stijl gehad, er zijn meer dan genoeg indie games die ook die kwaliteit benaderen. Ja. En hier zat dus ook nog Microsoft achter die het grote push gaf, want ze hadden niks anders. Nee, precies. Nee, dat is waar.